Ik denk dat het een hele goede zaak is. Ik ken hem nog van AZ en heb ik altijd prettig met hem contact gehad. Ik denk dat hij heel goed is en bijna overal heeft hij succes. Laten we hopen dat dat ook hier zo is. Wat voor een man is het? Hij is heel rustig, hij is heel duidelijk. Wat ik al zei, zijn werkwijze werkt in principe. Dus laten we hopen dat dat hier ook zo is. Je hebt inderdaad bij AZ met hem te maken gehad. Hè? Dat was wel een fase waar jij op een gegeven moment vertrok bij AZ. Toen was er sprake van dat je of naar Tottenham, Ajax of Feyenoord zou gaan. Uiteindelijk ben je naar Feyenoord gegaan. Was hij toen belangrijk voor je in die overgang naar Feyenoord? Ja, toen was hij in principe al vertrokken. Toen is hij naar Ajax al gegaan. Voor de rest heeft hij natuurlijk weinig mee te maken gehad. Ja, in de tussentijd nu, voordat hij er is, denk ik dat Feyenoord toch ook heel snel wil dat Ron Vlaar zijn contract gaat verlengen. Hoe staat dat ervoor? Ja, voorlopig niks. Ik heb het een en ander gelezen, dus ik ben benieuwd of die gesprekken gaan komen. Dat denk ik wel. Wat wil jij? Ik weet nog niet wat ik wil. Ik heb daar toen een duidelijk antwoord over gegeven. Ik weet het nog niet. En dat is gewoon ook heel moeilijk. Dat heb ik toen ook aangegeven. Hoe dat gaat vorderen, dat zullen we zien. Er zijn wat dingen van afhankelijk, maar we gaan dat zien. Heb je wel het idee dat het ergste bij Feyenoord nu wel zo langzamerhand een beetje voorbij is? Ja, ik denk wel dat Feyenoord sowieso op de goede weg is. Kijken wat je doet, hè? Ja, sorry. Hey, opletten. Oh, sorry. Want het geld moet hier binnenkomen, oké? Oh, ja, je hebt gelijk. Zeker buiten het veld. Ik denk dat we op het veld ook steeds wat beter weer gaan spelen. Nu moeten we dat ook in ieder geval op het veld onszelf belonen met punten. Dat is het enige waar wij echt invloed op hebben. En de rest moeten we maar gaan zien. Afgelopen zondag in Den Haag eindelijk weer, denk ik, je oude niveau. Dat moet lekker zijn. Heb jij het idee dat je in Nederland toch een langzamerhand een beetje uitgeleerd bent? Dat weet je nooit. Ik weet dat ik op een hoger niveau kan spelen dan dat wij met Feyenoord op dit moment spelen. En ik weet dat ik daar zelf ook beter in moet presteren, over het algemeen. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken, denk ik. Maar Feyenoord hoort normaal gesproken sowieso bij de top 5. En ik denk sowieso dat ik dat niveau aan kan. Ik hoop dat Feyenoord daar sowieso, wat er ook gebeurt, daar snel weer terecht komt. Want dat hoort gewoon zo. Laatste vraag.